Voor de tweede keer in krap een half jaar zet Ajax voet in Lissabon, in Portugal. In het historische Estádio da Luz van Benfica wordt woensdagavond de eerste wedstrijd gespeeld in de achtste finale van de Champions League. Ajax, anders dan voorgaande jaren in deze fase van het toernooi, wordt door de buitenwacht gezien als favoriet. Ik zie dat niet zo. Wij richten ons op de wedstrijd. En favoriet, ja, weet je, vooraf, daar kan ik zo weinig mee. Hè? Op het veld, daar wordt het beslist. We hebben die tegenstander goed geanalyseerd. Het is een sterke tegenstander. Een tegenstander die ook vooral heel erg goed is om te profiteren van fouten bij de tegenstander. Nou, in hun eigen competitie, daar moeten ze altijd het spel maken. Ja, en ja, daar zullen we ons op richten. En vooral dan vanuit onze eigen speelstijl. Benfica is dus een team dat zich goed kan instellen op goed voetballende ploegen, zoals Ajax. Ja, daar lopen wij niet voor weg. En dat weten we ook, dat we dat zijn. Maar ik denk dat juist de kracht is van Benfica om zich daarna op te trekken en om dan extra sterk voor de dag te komen. En wat dat betreft hebben ze ook heel veel ervaring in die ploeg. En zeker het centrum van hun, dat brengt mega veel ervaring. En dat zijn klassespelers, Otamendi en Vertonghen. Ja, dus wij zullen morgen ook echt heel erg goed moeten zijn om ook kansen te creëren. Vertonghen behoeft geen introductie bij Ajax, ook niet bij Daley Blind. De twee zijn nog altijd goed bevriend. Ik heb hem alleen vanochtend een bericht gestuurd dat het lekker weer was hier. Verder hebben we niet over de wedstrijd gehad. Verder denk ik dat hij natuurlijk met zijn ervaring een hele belangrijke rol speelt voor Benfica. Dus ja, natuurlijk een geweldige speler die ook al een prachtige carrière heeft en nog steeds gaande is. Dus in dat opzicht brengt hij veel met zich mee. Ajax en Benfica kwamen elkaar in het seizoen 18-19 al twee keer tegen in de groepsfase. In Amsterdam won Ajax met 1-0. Ja! Alsnog! In Lissabon werd het toen 1-1. Ziyech. Eigenlijk ook een 10 na die andere 10. Een 10. Wat weten Blind en Ten Hag nog van die wedstrijd ruim 3 jaar geleden? Dat het een hele lastige wedstrijd was. Waarbij Dusan een frommel goal maakte nog, volgens mij na een fantastische paas. Onana die in de laatste minuten nog een wereldredding maakte, volgens mij. Wat deze groep denk ik ook goed kan, en dat was in die wedstrijd ook zichtbaar. Wij kunnen vaak heel mooi voetbal spelen, goed voetbal spelen, gekoppeld aan resultaat. Maar als het even niet gaat, zoals moet, zoals we graag willen, dan kunnen we nog steeds resultaat halen. En dat was denk ik ook in die wedstrijd vooral ook zichtbaar. Dat wij zeker niet een goede wedstrijd speelden, dat we het ook moeilijk hadden. Maar uiteindelijk wel met het juiste resultaat van het veld kwamen. Ja, en ik denk daarnaast, als je kijkt wat voor groei we hebben doorgemaakt, ja, doen we natuurlijk ontzettend goed. Er zijn ook weer zoveel spelerswisselingen geweest. En dat we toch nog steeds hetzelfde kunnen brengen in de Champions League geeft aan hoeveel kwaliteit we wel weer in de groep hebben. Dus dat is mooi.